In mijn panel vandaag Iris Vergeer, voorzitter van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat heeft te maken met het MH17-proces. De rechter doet vanmiddag vanaf 14:30 uitspraak in de strafzaak die volgde na het neerschieten van die vlucht. Ruim 8 jaar geleden. En dat klonk toen zo hier, op die 17 juli 2014, hier op BNR. Ja, bij de grens tussen Oekraïne en Rusland zou dus een vliegtuig van Malaysia Airlines zijn neergestort. De Boeing 777 met 280 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle inzittenden zouden zijn omgekomen. Malaysian Airlines heeft intussen bevestigd dat ze het contact met het toestel hebben verloren. Het laatste contact was er toen de Boeing boven Oekraïne vloog. Verschillende bronnen melden dat het toestel is neergehaald met een raket. Ja, dat was die donderdag, begin van de avond, 17 juli 2014. En de rest is history, zou je misschien kunnen zeggen. Het gaat om 4 verdachten, 3 Russen en 1 Oekraïner. Het OM beschuldigde 4 van moord op alle 298 inzittenden van het toestel van Malaysia Airlines, onder wie bijna 200 Nederlanders. En het is een belangrijke dag, natuurlijk voor de nabestaanden, maar ook in de brede zin voor de samenleving, voor de burgerluchtvaart. Maar wat gaat deze uitspraak dan echt veranderen? Is er geen risico op een soort papieren tijger, onder andere omdat geen van de verdachten in Nederland is en dus een eventuele straf kan uitzitten? Ons breekijzer vandaag. De uitspraak in de MH17-zaak wordt hoe dan ook een teleurstelling. Ook bij me is Richard Korver, advocaat, regelmatig op BNR voor de broodnodige juridische duiding. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik ervaar deze dag met een beetje dubbele gevoelens, met een beetje zwaar gemoed. Is dat ook jouw emotie als je naar vanmiddag vooruit blikt? Nou, eerlijk gezegd niet. Dus ik begrijp het ook niet helemaal, want er wordt gezegd van ja, dat is hoe dan ook een teleurstelling. Ja, dat denk ik niet. Als je daar nu al vanuit zou gaan, dan ben je in ieder geval kennelijk goed voorgelicht over de goede en kwade kansen van zo'n zaak. En bijvoorbeeld over het feit dat als deze mensen veroordeeld worden, het niet waarschijnlijk is dat die dan volgende week ook daadwerkelijk in een celletje zitten. Mm-hmm. Dat weten we met z'n allen. Nee. En toch is het van belang dat die uitspraak er wel degelijk komt. Mm-hmm. Maar wat ga je aan zo'n uitspraak hebben? Nou, allerlei dingen. Op de eerste plaats de erkenning voor nabestaanden dat wat er gebeurd is geen ongelukje was, maar kennelijk opzet was. De erkenning dat dat niet mag. De erkenning dat het strafbaar is. De erkenning dat er ook kosten nog moeite gepaard zijn om de schuldigen daarvan te vinden en te berechten. Dat is één. En twee, niet onbelangrijk, is dat er ook schadevergoedingen zijn ingediend die mogelijkerwijs worden toegekend. En ook dat draagt bij aan de erkenning van leed. En misschien in sommige gevallen ook wel aan het wegvallen van bijvoorbeeld een inkomen. Ja. Als jij ziet hoe dit proces aangepakt is, met tientallen, ik geloof bijna 70 zittingsdagen, tienduizenden pagina's dossier. Ben je dan ervan overtuigd dat hier een goede zaak staat? Niet zozeer inhoudelijk, maar hoe het proces verlopen is. Nou, ik denk dat kosten nog moeite gespaard zijn om een fatsoenlijk opsporingsonderzoek tot stand te brengen. Daar is ook door allerlei internationale organisaties en mensen uit andere landen aan gewerkt. Dat vereist een grote mate van regie van het Openbaar Ministerie. Ik denk dat ze dat uitstekend hebben gedaan, met wat ik ervan kan zien. Als ik kijk naar hoe de verdediging van de slachtoffers zich hebben georganiseerd. Die hebben een heel rechtsbijstandsteam gevormd. Dat is denk ik adequaat en goed gegaan. De overheid heeft zich van zijn beste kant laten zien door die mensen ook fatsoenlijk te honoreren voor hun werkzaamheden. En ja, dan hou je erover de verdachten, waarvan er 3 überhaupt niet van zich hebben laten horen en waarvan er 1 wel advocaat aan heeft gestuurd. Die hebben daar waar zij dat konden verweer gevoerd. En dat is eigenlijk zoals het hoort in een beschaafde rechtsstaat. Blijf bij me, zometeen wil ik nog wat andere aspecten met je uitlichten. Eerst een rondje in mijn panel. Kijk hoe mijn panelleden erover denken. Iris, wat vind jij? De uitspraak in de MH17-zaak wordt hoe dan ook een teleurstelling. Ik denk zeker niet dat het sowieso een teleurstelling is. Ten eerste omdat het dus een hele belangrijke dag is juist voor de nabestaanden. En dat het voor hen inderdaad, wat net ook werd gezegd, dat is voor hen die erkenning dat het een misdaad was. En ten tweede het signaal... Maar dat weet toch eigenlijk iedereen wel? Dat weet iedereen, maar het moet ook formeel in een recht zijn gezegd. Want een uitspraak van een rechter is toch wel echt iets dan dat wij dat als samenleving erkennen. En dit is ook een signaal naar de internationale gemeenschap van dit is een misdaad. En daar moeten we iets mee, dat moeten we niet laten gebeuren. Want Rusland doet dat natuurlijk nu nog steeds. Mm-hmm. Er gebeuren nog steeds elke dag oorlogsmisdaden nu in Oekraïne door Rusland.
En we moeten gewoon blijven erkennen dat dat misdaden zijn. Ja. En of ze dan in de cel terechtkomen, ik hoop van wel. Ik hoop dat daar internationale druk op komt. En ook vanuit Nederland diplomatieke druk dat dat wel gaat gebeuren. Maar in eerste plaats is het belangrijk voor de nabestaanden en voor de situatie nu dat dit signaal gegeven wordt. Ja, ik zag een Amerikaanse krant schrijven iets in de strekking van dit is een soort proef ook of je Russen in de gevangenis kan krijgen met een proces. En nou ja, goed, als we zien wat er nu gebeurt, is dat misschien des te relevanter. Tarim, jurist ook. Ja. Wat vind jij? Nou, ik vind, je moet bedenken dat het strafrecht meerdere doelen heeft dan alleen vergelding. En vergelding lees ik dan als oké. We kunnen inderdaad die mensen niet volgende week in de cel krijgen. Maar het gaat ook om afschrikken. Om signaleren dat als je zulke dingen doet, dat je er niet zomaar mee kan wegkomen. En juist in een oorlogssituatie, volgens mij mag je het officieel niet zo noemen, maar in zo'n gevechtssituatie lijkt het heel vaak alsof je daar gewoon mee weg kan komen, want wie heeft nou rechtsmacht en hoe weten we nou wie wat heeft gedaan. Maar ook dat vind ik zo knap aan deze zaak. Kijk, er wordt wel gezegd, we weten niet, deze mensen hebben niet op de knop gedrukt om die raket af te vuren. Nee, maar die zijn wel op een andere wijze verantwoordelijk ervoor geweest, hogerop in de boom. En juist die mensen komen vaak weg het afschuiven op mensen die wel op de grond hebben gestaan. En dat vind ik heel knap. Dus afschrikken is een functie van strafrecht. En ook het beschermen van de samenleving en van de rechtsorde. En het gaat ook toch om een rechtvaardigheidsgevoel dat hiermee gediend wordt. Voordat ik naar de bellers ga, wil ik nog eventjes bespreken wat strafrechtdeskundige Marieke de Hoon van de UvA zei bij RTL Nieuws. Zij had een aantal scenario's. Zij zei ja, eigenlijk 4 scenario's. Of ze kunnen alle 4 schuldig worden bevonden, of ze worden alle 4 vrijgesproken, of ze worden schuldig bevonden op een deel van de aanklacht, of een aantal van hen kan schuldig worden bevonden en anderen niet. Als je dat hoort, Richard, het idee dat deze 4 vrijgesproken zouden kunnen worden, dat is toch, dat zou onverteerbaar zijn. Of ook niet eigenlijk? Nou ja, kijk, dat ligt er natuurlijk aan hoe je die vrijspraak motiveert. Op het moment dat een rechter zijn vonnis motiveert, legt hij het uit. En als je die redenering kan volgen, dan kan je daar natuurlijk wel heel stevig van balen. Mm-hmm. Maar dan over het algemeen respecteren mensen die uitspraak van de rechter wel. Omgekeerd ook, hè. Als een rechter veroordeelt, moet hij ook motiveren. Misschien nog wel meer. En uitleggen hoe die daartoe is gekomen. En ik heb met requisitoren van het Openbaar Ministerie bestudeerd. Ja, dat laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er is volgens mij een overvloedige hoeveelheid bewijs. En dan zou je misschien nog kunnen denken, nou, het neerhalen van dat burgerluchtvaartuig, dat zal wel haalbaar zijn. Mm-hmm. Moord, ja, daar moet je voorbedachte raad en kalm overleg in feite voor aantonen. Ik denk dat het OM daarin is geslaagd. Maar ik denk wel dat rechters voorzichtig zijn om daar een oordeel over uit te spreken als zij de verdachte helemaal niet hebben kunnen spreken. Ja. Ook al ligt dat aan het feit dat die verdachten zelf niet komen. Ja. Luister even nog naar Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, zelf ook nabestaande. Hij stipte vanochtend hier op BNR nog een reden aan om gerechtigheid te krijgen. Nabestaanden die willen ook dat er recht gedaan wordt, dat er recht gesproken wordt, dat de waarheid boven tafel komt. Maar het is ook belangrijk in preventief opzicht. Het kan niet zo zijn dat een staat die betrokken is bij in feite een massamoord, dat hij daarmee wegkomt. Ja, dat is een beetje wat we net al bespraken. Ik vond Richard, ik vind het zo opvallend dat hij zo cool en berekenend erover kan praten, zo rationeel. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor deze man, en hoef het niet specifiek over Piet Ploeg te hebben, maar dat dit een super emotionele dag is, ook voor al deze mensen. Jij staat ook wel vaker nabestaanden bij. Zie je dat vaker, dat als zo'n, als zo'n proces langer duurt, dat mensen er ook, nou, ik zou bijna zeggen, wat zakelijker naar gaan kijken? Nou, iedereen heeft zo zijn eigen kopingsmechanisme. En een kopingsmechanisme kan ook zijn om je heel erg met de juridische kant van de zaak bezig te houden en er heel clean naar te kijken. Sommige mensen hebben dat ook gewoon wat meer in hun karakter dan anderen. Mm-hmm. Maar het is wel echt heel erg waar wat hij zegt. We weten dat de Russische staat het strafrechtelijk onderzoek nogal heeft geprobeerd te bemoeilijken, te belemmeren. En op een gegeven moment gingen zelfs geruchten rond dat er intimidatiepogingen werden gedaan in de richting van de advocaten van de nabestaanden. En hekaanvallen en dergelijke? Hekaanvallen, ga zo maar door. Dus ik denk dat het in de internationale gemeenschap toch ook een heel duidelijk signaal is. Ja, als je het heel populair wil zeggen, don't fuck with us. Dit moet je gewoon niet doen. En ik denk dat zelfs die beschaafde meneer van net dat in zijn hoofd ook denkt. Dit moet wel een heel duidelijk signaal zijn van dit kan niet, tot hier en niet verder.